Als je daar een stijger zou construeren, zou je dus zulke palen boven die velbalk uit moeten laten komen. En dat is geen gezicht. Althans, ik vind dat geen gezicht. Er staan een aantal palen. Tevens zou je dus, als je daar een aanlegstijger maakt, zul je dus trappen moeten maken in de kademuur. Want anders kunnen de mensen niet van boord afkomen. Voor de unit langs, 30 meter naar rechts en dan 80 meter de diepte in. Dan ontstaat er dus ongeveer een lengte van 120 meter aan beide zijden om schepen aan te leggen. We blijven 15 meter uit de loswal, zodat daar dus eventueel schepen kunnen gaan liggen. Historische schepen, die dus ook de gemeente graag wil om het aantrekkelijk te maken in de haven. En mensen dus met rondvaartboten kunnen daar ook nog aanleggen en daar de mensen dus aan de wal zetten, zodat ze ook heel dicht bij de stad zijn. Want het is nog in 200 meter lopen en je bent al in het centrum van de stad.